bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Gerrit-Jan Meerbeek en Meerbeek is specialist in het aanbieden van nieuwe kampeerauto's rechtstreeks uit fabriek. Wij zijn echt van alle markten thuis. We hebben kampeerauto's van de merken bijvoorbeeld Hobby, ook LMC en ook Detlefs. Ik zit nu in een prachtige buscamper van Hobby, een wat grotere uitvoering. Het is een 640 model met twee losse bedden en een groot bed er dus in. Heel mooi, maar we hebben veel meer mooie. Ik kom er even uit. En ik geef de presentatie graag over aan Ryan en Mark Meerbeek, want daar staat ook een mooie. Dat is een hele andere, een Detlefs kampeerauto. Ja, dankjewel voor die enthousiaste introductie, Gerrit-Jan. Hier hebben wij lang op gewacht. We lopen eerst even naar de voorkant. Kijk, Fiat heeft een compleet nieuw model gebouwd. De Fiat Ducato 8. En de Fiat Ducato 8 betekent eigenlijk dat alleen de Fiat Ducato nog eigenlijk hetzelfde is qua naam. Verder is eigenlijk alles eigenlijk vernieuwd. Compleet nieuw dashboard, compleet nieuwe grill. Compleet nieuwe stuurbekrachtiging voor nog meer comfort en vakantiegeluk. Daar hebben ze heel goed over nagedacht. Dit is een Detlef Trend. Nou, wat bij Detlef Trend dus opvalt, hè, dus je hebt echt een heel modern interieur. Daar gaan we dan weer de binnenkant kijken. En dit is een DBM. En een DBM betekent een queensbed. En daar hebben ze bij de Detlef verstand van. Maar dit is de beste queensbed in de markt. Dus de 7051 DBM queensbed van Kempen. We gaan even naar de buitenkant. Wat aan de buitenkant opvalt, deze is uitgerust met mooie aluminium velgen. Altijd standaard voorzien van goede Michelin-banden. 225, 75, 16 cp. Van extreem goed draagvermogen. Dus daar kun je heel veilig mee kamperen. Daar wordt echt elke kilometer wordt genieten. Hier zie je het staan, de aanduiding. 140 pk. De nieuwste motor. Dit is de Final Edition. Dus de meest zuinige motor wat dat betreft. Loopt heel soepel. Een superkrachtig model. Let op de mooie cappuccino. Nou, standaard zit natuurlijk een luifel aan. Dit is ook een Meerbeek Limited Edition uitvoering. Dat betekent dat je heel veel meer spullen krijgt voor wat je betaalt. Daar komen we dadelijk op terug. Wat hier in de buitenkant opvalt is die mooie nieuwe brede deur van 70 cm. Dus echt een brede deur bij die camper, waardoor je makkelijk erin kunt in je wagen. En kun je ook moois gaan bekijken. Verlaagde coupé instap. Mooi geïntegreerde hotdeur, fusée. Bakje erin, raampje erin, kun je verduisteren wat dat betreft. Dan komen we hier aan de zijkant. Hier zijn de roosters van de koelkast. Gaan we binnen dadelijk bekijken. Er zit een groot model in, een hoge koelkast. Dit is van de cassette toilet. Kun je hier openen, dan kun je hem hier vasthaken. Kun je de cassette mak uitpakken. Dit is de aansluiting voor de stroom. Hij heeft natuurlijk een eigen stroombron. Hij heeft twee accu's zoals je zou kunnen weten. Mooie kaderramen zitten er standaard in. Dan zijn hier ook een mooie ingelegde ramen. Dat betekent dat je minder windweerstand hebt. Heel geruisloos kun je ermee rijden wat dat betreft. En geeft van binnen ook hele mooie horren en rolgordijnen, maar dat zijn ook van die plissés. Maar daar komen we daar binnen nog wel aan toe. Beide kanten de garagedeur. Dit is deze kant, ook een andere kant. Hier zien we het queensbed al. Kun je al wat van zien. Hij is nu in de lage positie gezet. Het queensbed kun je met deze slingen en hij hier inhaakt of omhoog draaien. En dan kan dit gebruik je hier ook vastgezet worden zo. En dan gaat dus het hele bed omhoog, waardoor je dus gewoon meer bagageruimte nog weer krijgt. Heel efficiënt, goed over nagedacht. Daarom is dus onder andere de beste queensbed camper. Kijk naar die mooie achterkant van die Trend. Camera zit erop. Binnen zit de navigatie zit erin. Er is zo'n nieuw Apple Care systeem. Ik leg ook graag uit hoe dat functioneert. Kijk, aan deze kant, hier zit ook al een grote garagedeur zitten. Dus ook al heel makkelijk onder dat queensbed kunt komen. Dit is de ombouwset voor de middenzit. Van de middenzit die erin is het keukenbed maken. Dus je kunt met twee personen op reis, maar je kunt ook de kinderen of kleinkinderen meenemen. Ideaal wat dat betreft. Hier is nog een apart luik. Hier kunnen de gasfles zo ingezet worden. Twee stuks. En wat ook belangrijk is om te weten, dat dan alle Detlef modellen zijn standaard altijd uitgerust met een gasfilter. Een crash protector. Dat betekent dat het gas ook aan mag tijdens het rijden. De gasfles kun je er makkelijk intillen. Je hoeft niet te beuren. Dus het is ook weer zo'n leuk detail wat goed over nagedacht is. Maar dat komt ook dat eigenlijk Detlef is gewoon de uitvinder van de caravan. Die hebben het echt uitgevonden, het kamperen. Dus met die camper waren ze ook gelijk heel snel. Ze hadden gewoon een voorsprong van het andere. Nou, we gaan even, ik denk dat we rondom goed gezien hebben. Ryan, wil je de kijkers van de binnenkant vertellen over deze mooie Detlef? Kom mee kijkers, want de spreuk van de Detlef is iedere kilometer is puur genieten. En dat komt omdat hij van binnen ook zo prachtig mooi is. Bij Detlef hebben ze het altijd over light moments. Je kunt alle lichtjes in hele mooie sterktes bedienen. Kijk, ziet u maar die indirecte verlichting die hier boven de kastjes zit. Dat is erg mooi. We stapten net heel comfortabel in de camper. Dat komt door die lage coupé-instap. Hier hebben we de multifunctionele stoelen van de camper. Die zijn ideaal, want ik kan naar voren, ik kan naar achter. Ik kan het zitvlak hier een beetje omhoog doen en weer naar beneden.
En ook achter mij kan dat ook. Ik kan de rugleuning helemaal heen en weer bewegen. Alle kanten op die ik maar wil. Dan komen we hier bij de nieuwe Fiat 8 met Zenik 13 inch scherm. Daar zit die Apple CarPlay op. Kijk, dat is de sleutel. Die kan erin. Ik zal hem even starten. En dan kun je de Fiat 8 mooi zien. Kijk, ik zal hem even starten. Je hebt nou een digitaal dashboard. Kijk hoe mooi dat eruit ziet. Digital cockplay noemen ze dat. Dat is hypermodern. Ziet er super deluxe uit. En je kunt er van alles mee doen. Hier het mooie Zenik schermpje. Waar je dus met de app Apple CarPlay al de navigatie kunt instellen. Dat je op de juiste bestemming terechtkomt. U hoort de radio al aanspringen. Dat gaat nu allemaal via de auto accu. Maar je kunt het ook naar het tweetje zetten. Daar gaat het op de huishoudaccu van de camper. Ik zet hem weer op het eentje. Ik doe de motor uit. En dan ga ik naar het campergedeelte. Want hier hebben we een hele mooie tafel. Die tafel kun je helemaal verschuiven. Dat je op de ideale plek voor jezelf neerzet. Je kunt overigens de ramen ook nog helemaal verduisteren met regencassettes. Dat is voor in de nacht. Hier ook nog een zitplek gecreëerd. Kun je ook heerlijk zitten. En naar die mooie kastjes kijken. Met die mooie lichtjes daar bovenin. De kasten kunnen ook open. Ontstaat er een zee aan beladingsruimte. Dan komen we bij de keuken, een L-keuken. Dat is het meest gevraagd in de campermarkt. Mijn collega Mark zei net al dat de DBM-uitvoering bij de Detlef de allerbeste camper is. Nou, de L-keuken is ook het allerbest. Want daar zit weer dat 3-punts gasfornuis in wat zoveel gevraagd is. En de spoelbak. Kraan met warm en koud water, want er zit ook een hele grote boiler in het systeem. Die boiler bedien je hier zo. Dit is de bediening van de volautomatische schotel. En hier zien we het flatscreen. TV met de tv, beugel, kun je hem op de ideale stand neerzetten die u prettig vindt. Mijn collega Mark laat het alvast zien. Ik kan ook naar buiten kijken dus, hè? Ook buiten, want kamperen is buitenleven. Buiten. Koelkast, heel erg groot, heel erg hoog gebouwd. Waardoor u niet steeds hoeft te bukken als u koelkastspullen wilt pakken. Dan krijgen we hier het, nog een heel mooi punt van deze camper. Dat is een gescheiden toilet en douche. Heb je hier zo de douchecabine met ophangmogelijkheid. Je kunt hier dus ook wel kleren ophangen als u dat prettig vindt. Dan krijgen we hier de toiletruimte. Deze deur gaat hier zo mooi in. En dan krijgen we hier de toiletruimte. Die toiletpot is draaibaar. En dit vind ik altijd zo grappig. Dit detail wil ik u even snel laten zien. Hier kun je je toiletrol inleggen. En dan kun je zo door het kastje heen je toiletpapier eruit pakken. Grappig detail. Dan komen we hier uit bij de eyecatcher van deze camper. En dat is het queensbed. Prachtig. Je kan hem ook omhoog doen. Dan kun je daar zo de garage weer zien. Aan beide kanten een hangkast. Dus hier kan mevrouw de spulletjes neerleggen. En daar kan meneer dat hetzelfde doen. Zit er weer mooi van die indirecte verlichting. Ook gedacht aan een dakraam boven het queensbed. Dus je kunt heerlijk genieten van de sterren met z'n tweeën hier in bed. Super leuk is dat. Aan beide kanten een raampje. Beter kan niet. Mijn collega Mark zit op de cabinestoel. Die heeft vast nog wel iets te vertellen over deze mooie, prachtige binnenkant. Ja, maar wat is het mooie is dus van die Detlef 7057 DBM op de nieuwe Fiat 8 gebouwd. Dus met die stuurbedieningen zo, waarom het dan gewoon helemaal standaard is. En dat je gewoon echt al het nieuwste hebt. Hè? En het mooie wil dat wij dus samen met Detlef deze wagen ook helemaal compleet hebben gemaakt. Dus dat betekent dat het chassispakket zit erop, de zware motor zit erop. Die hebben 6 versnellingsbak zit erop, de navigatie, achteruitrijcamera systeem, grote koelkast, goed verwarmingssysteem met koelen en goed verwarmingssysteem waar ook goed verwarmen kan voor warm water en ook voor een verwarmingssysteem met een ventilatie erin. Dit bed, dit kun je nog laten zakken en dan heb je dus die vulkussens erbij en hier kun je bed van maken. Dus de kinderen en kleinkinderen mee kunnen nemen. Ja, dan heb je gewoon het allernieuwste en dan wordt inderdaad elke kilometer wat genieten met zo'n mooie camper. En wat wij meer willen doen, dan moeten we heel even naar buiten. We hebben hem dus ook al betaalbaar gemaakt. Door dus die camper compleet te maken. En het grote inkoopvoordeel. Deze camper komt afgeprikt met de zware motor. De 16 inch velgen. Aluminium. De tureluifel. De bedombouw voor die vieren zit. Televisie. Televisie steun. De volautomatische schotel. Achteruitrijcamera. Hij komt zo'n wagen afgeprikt op een nieuwprijs van 103.745 euro. Maar wij van Meerbeek kunnen hem aanbieden met een korting van, is ongelooflijk, 6.750 euro. Dus dat is weer 96.995 en heb je helemaal compleet rij klaar. Het is een flinke investering, maar het mooie wat je wel hebt, je hebt het allernieuwste van Detlef. De meest slim gebouwde queensbed camper van de markt.
Die hebben een totale lengte van 7,41 meter. Hij is relatief licht in gewicht, zit rond de 2800 kilo. Dus je hebt ruim voldoende laadvermogen. En dan wordt echt elke kilometer wat genieten. Dus zijn jullie geïnteresseerd in zo'n mooie Detlef camper? De merken die we bij onze firma verkopen zijn Detlef, LMC en Hobby. Dit is een uitblinker, we kunnen uit voorraad leveren. Dan, ja, dan nodig ik jullie uit om gewoon eens keer bij ons in de showroom te komen kijken. In Doetinchem aan de Nijverheidsweg. Wil je meer informatie kijken we op onze website www.meerbeek.nl. En ik zeg tot ziens in Doetinchem en kamperen doen we samen. Tot ziens.